Hoe maak je een rookgasafvoer in een plat dak? Simpel, je begint met het doorboren van de weerstand van het dak. Het binnendringen in zijn ongekende diepte. De eerste stap naar de ontketening van de rookgasmonster. Maar hou je adem in, het gevecht is pas net begonnen. Je staat nu voor de eerste echte test. Het smeden van een onbreekbare band tussen je aluminium plakplaat en je bitumen dakbedekking. Pak je staalborsten of je schuurpapier en schuur het aluminium tot het smeekt om genade. Doe het goed. En niet half bakken. Dit is geen tijd voor zwakheden. Ontvet de oppervlakte en bereid het voor op de zware taak die het te wachten staat. Nu ontgrendel je de krachten van de quick primer. Je bondgenoot in het bestrijden van de elementen om je motor draaiend te houden. Begrijp me niet verkeerd. Geduld is een deugd. Maar tijd was een luxe die ik niet had. 30 minuten wachten op het droogproces? Mij niet gezien. Het is tijd om de draak te ontketenen. Verhit het aluminium met je draak en versnel het droogproces. Maar pas op. Beheers het vuur of word door het vuur verteerd. Nu snij je een weg door de dakbedekking. Maak plaats voor je boor. Laat je wapen. En met een vastberaden hand boor je een gat in het dakbeschot. Voel de adrenaline door je aderen pompen terwijl je door het dak dringt. Met een tornadoblower blaas je het stof van het slagveld af. Zodat de contouren van de dakbedekking zichtbaar worden. Ik merk een schaduw van twijfel op. Was de dakbedekking niet goed gehecht? Laat maar zitten, ik ben hier met een missie. En falen is geen optie. Tijd om de opstanden opnieuw in te plakken en je strijd voor te zetten. Met een getrainde draak aan mijn zijde droog ik de dakbedekking en richt mijn ijzige blik op het aluminium daktrim. Het is niet goed geprimerd. Een stille herinnering aan een saboteur die eerder een andere dak teisterde. Zonder aarzeling begin ik aan de reiniging van de dakbedekking en daktrim. Met een spijderborstel wis je alle sporen uit van de vorige mislukkeling. Geen enkel bewijs mag overblijven. Het aluminium wordt afgeplakt en opnieuw geprimerd. Nu is het tijd voor je plakplaat om zich te bewijzen in de strijd. Je omhelst het met ontvetten. Breng de dakkit aan als een panzer die tegen het woeste water dreigt. De strijd is aangewakkerd. Je vormt de aluminium en spijkert het vast met een draadnagel. Elke slag beentje dichterbij je bij je doel. Snij een mooi egale rondje in het bitumen lijslagbedekking en schild tegen de vijandige UV-stralen. Nu komt het erop aan. Zorg ervoor dat de dakbedekking goed hecht aan de aluminium plakplaat. Verhit de dakbedekking waar het zich moet verenigen. Met het aluminium en richt je brander ook op de plakplaat om die warm te maken. Voel de samensmelting. Druk de dakbedekking goed aan totdat de bitum liefkozend het aluminium streelt. Maar let op, overmeester het vuur. Maak het niet te heet. Voel de harmonie tussen de bitumen als ze samenkomen. Een symfonie van samensmelting. Je hebt nu de kunst van het maken van een daktofoet meester gemaakt. Een professioneel in jouw domein, in jouw rijk. Geef jezelf een schouderklopje en vergeet niet een dikke like te geven en abonneer op mijn kanaal.